Studentenroeiers uit het hele land namen het gisteren tegen elkaar op tijdens de regatta. Maar deze wedstrijden in Harkstede kunnen zomaar eens de laatste zijn geweest. De baan gaat dicht en wat ervoor in de plaats komt is onduidelijk. In Meerstad zou iets komen, maar Egir en Gias hebben geen idee hoe dat eruit gaat zien. Wij zijn echt op zoek naar een roeibaan, aangezien we dan de wedstrijden kunnen organiseren. De internationale standaard is 2 kilometer. En dus hebben we ook een stuk van net iets meer dan 2 kilometer water nodig om onze wedstrijden te organiseren. Dus wat er in Meerstad zou komen eventueel, dat is niet geschikt voor wedstrijdroeien? Daar hebben wij eigenlijk geen idee van. De plannen zijn tot nu toe eigenlijk onduidelijk, maar de plannen die eerder gemaakt zijn, daar zit dus geen 2 kilometer baan in verwerkt. Groningse roeiers hebben een goede reputatie. Veel wereldtoppers hebben hier in Harkstede getraind en wedstrijden gevaren. Veel Olympische medailles, veel Olympische deelnames, maar ook nu bij de sportpenningen uitreiking. 11 van de 12 waren voor roeiers. Dat is niet voor niks. Het is een grote sport in Groningen, een succesvolle sport. En ja, wij doen in principe altijd alles zelf, we hebben de gemeente niet nodig, maar nu eventjes heel erg hard. Want volgens beide clubs kan het Groningse roeien niet zonder de baan in Harkstede. Zo'n wedstrijd als hier, die kan je niet ergens anders houden in Groningen. Je hebt iets meer dan 2 kilometer water nodig, die ook nog eens meer dan 100 meter breed is. En waar geen bruggen, bochten of wat dan ook in zitten. Nou ja, die zijn er niet zoveel. Er zijn er denk ik 5 in Nederland. Dus wij hebben dat nodig om hier te kunnen trainen. Om hier boord aan boord, zeg maar, naast elkaar met z'n allen te kunnen roeien. Om die wedstrijdspecifieke voorbereiding te doen en om die wedstrijden te organiseren. De clubs willen snel duidelijkheid, want voor 1 juni wil de Roeibond weten wat er met de baan in Harkstede gaat gebeuren.